Goedemorgen allemaal, welkom bij de technische briefing. Wetenschapstoets, lange termijn aanpak COVID-19. We hebben twee rapporteurs van ons in het midden. Dat zijn de heer Omtzigt en mevrouw Thiele. Ik welkom natuurlijk aan de twee hoogleraren, professor Monique Buijzen en professor Andrea Evers. Welkom. Ik geef als eerste het woord aan de rapporteurs. Ik weet niet wie van u beiden. Meneer Omtzigt. Dank u wel, voorzitter. En heel hartelijk welkom en dank aan professor Buijzen en professor Evers voor de voorbereiding. We hebben dit in een kleine groep een paar keer voorbereid. Dat wil zeggen dat zij het voorbereid hebben en wij het aangehoord hebben. Voor ons heel belangrijk. Ook even voor de mensen die misschien van enige afstand meeluisteren. De regering heeft een beleidsvoornemen gemaakt over hoe we op de lange termijn omgaan met coronabeleid. We hebben nu natuurlijk heel vaak korte termijn coronabeleid gehad, waarbij de regering iets aangekondigd heeft. En wij een dag later daar een besluit over nemen of het goed of niet goedkeuren of iets aan bijsturen. De regering heeft een tijd geleden een brief gestuurd over hoe we daar op de iets langere termijn mee omgaan. Zeker omdat er meerdere scenario's zijn. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft een aantal scenario's die variëren van zeg maar een griep plus variant tot een variant waarbij corona zwaar ontwrichtend blijft. En in al die scenario's moet dat beleid goed werken. Daar zijn wettelijke waarborgen voor. We hebben in Nederland grondrechten. We hebben in Nederland een competitiviteitswet die precies aangeeft hoe je geld kunt uitgeven. En de wetenschappers hebben daar een toets op uitgevoerd. Dat is wat we in de Kamer nu sinds een jaar of 2, 3, mede dankzij collega Thiele, als een toets hebben, een wetenschapstoets. Hoe worden die voorwaarden die in de wet staan, hoe worden die ook werkelijk waar vertaald naar de uitvoering? Nou, artikel 3.1 van de competitiviteitswet van 2016 is daar de belangrijkste. Dat voornemens en toezeggingen bevatten een toelichting waarin ingegaan wordt op de doelstellingen, doeltreffendheid en doelmatigheid. Welke beleidsinstrumenten worden ingezet en de financiële gevolgen voor het Rijk. En waar mogelijk is ook de financiële gevolgen voor burgers en bedrijven. Een wetenschapstoets verplicht de regering om wets- en beleidsvoorstellen goed te onderbouwen. En wij kunnen dus wetenschaps inzetten. Nou, dit beleid is zo belangrijk dat we natuurlijk gedacht hebben dat moeten we doen. Wat je verder ook van het coronabeleid vindt, dat het ingrijpend is, mogen helder zijn. En het is nu geformaliseerd omdat het de afgelopen jaar goed gewerkt heeft. Het standaardformulier bevat 8 vragen. En dat is ook waar de wetenschappers gevraagd is om in te gaan. Kunnen we de informatie vinden? Wat is de maatschappelijke opgave? Hoe zijn de beleidsinstrumenten? Hoe worden ze ingezet? Hoe worden ze ingezet in de verschillende scenario's in dit geval? Zijn ze doeltreffend en doelmatig? En de financiële gevolgen voor het Rijk en derde? En is er ook een evaluatieparagraaf beschikbaar? Daarop kunnen de wetenschappers dus zeggen dat is goed gegaan, kan beter of het gaat niet goed. En dat is eigenlijk een soort stoplichtsysteem waar we met een toelichting dat zullen evalueren. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Omtzigt. Mevrouw Thiele, ja? Nee, dat is ook. Dan geef ik graag het woord aan de wetenschap. Ik weet niet wie van u ik het eerste woord moet schrijven. Dat bent u mevrouw Buijzen, toch? Zeg ik dat goed? Ja, ja, gaat goed. Dank u wel. Mijn naam is Monique Buijzen. Ik ben hoogleraar communicatie en gedragsverandering aan de Erasmus Universiteit. En naast me zit professor Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie aan onder andere de Universiteit Leiden. En wij zijn allebei sinds maart 2020 lid van de wetenschappelijke adviesraad van de coronagedragsunit van het RIVM. Ik benadruk hierbij even de onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad. Belangrijk is dat wij gedragswetenschappers zijn. Dus dat we ook vanuit dat perspectief naar deze beleidsbrief hebben gekeken. En we hebben daarbij geput uit onze eigen kennis die we hebben opgedaan de afgelopen jaren. En breder in onze expertisegebieden. Maar we hebben ook zijn te raden gegaan bij onze collega's, andere experts. Onder andere via de wetenschappelijke adviesraad. Een groep van ongeveer 15 vooraanstaande wetenschappers is. En dus vanuit dat perspectief hebben wij ook vooral in de brief gekeken naar de daarvoor relevante secties. Dus wat minder naar virusverspreiding en de zorgketen. Wat wij zien is dat... Dankjewel. De brief is nogal, zoals iedereen heeft gezien, denk ik, erg breed en veelomvattend.
En vanuit ons perspectief, in algemene lijnen, zien we wat erin staat. Heel redelijk in lijn is met wat we weten uit wetenschappelijke kennis en het onderzoek dat wordt gedaan rond deze kwesties. Maar onze conclusies gaan eigenlijk vooral over, of onze wat kritische conclusies en aanbevelingen gaan over wat er niet in staat. En ik zal eerst even de conclusies hier kort bespreken en daarna geef ik het woord aan professor Evers om over te gaan tot enkele concrete aanbevelingen. We zien in de grote beleidsopgave is dat op zich de focus op niet meer alleen de zorg, maar ook de maatschappelijke impact heel erg in lijn is met wat het publiek wil. Alleen wat er echt ontbreekt, is die aandacht voor sociale rechtvaardigheid. Dus de evenredige verdeling voor belangen en lasten. Dat zien we in verschillende onderzoeken terugkomen, dat heel erg belangrijk wordt gevonden. En dat zien we eigenlijk niet terug in die opgave. En dat zie je eigenlijk doordrenkt door het hele document, dat daardoor ook dat er gevaar bestaat dat bepaalde groepen over het hoofd worden gezien. En dat geldt voornamelijk voor kwetsbare groepen. En daarbij is het ook belangrijk om in de gaten te houden dat kwetsbare groepen, dat niet alleen gaat om kwetsbaarheid voor COVID, medisch kwetsbaren, maar ook maatschappelijk kwetsbaren. En we weten, we hebben dat geleerd in de crisis, maar ook in bredere zin, dat sommige groepen nu eenmaal kwetsbaarder zijn om ziek te worden, om de basismaatregelen te kunnen en willen volgen. Als het gaat om de verspreiding van het virus. Maar ook de bredere aanpak die wordt voorgesteld in de zin van algemene preventie en gezonde leefstijl. Daar weten we al heel lang van dat daar sommige groepen daar minder vatbaar voor zijn dan anderen. Een tweede punt is dat het hele beleid is doordrenkt. Het leunt op gedrag. Als het gaat om het houden aan basismaatregelen, het vaccineren, zelftesten en ook gezonde leefstijl. Dat zijn allemaal gedragingen en er wordt heel erg geleund op de gedragingen van de bevolking. Maar hoe dat moet gebeuren, dat is niet uitgewerkt. Dat is echt een hele grote conclusie die we op deze brief. De uitwerking is, de basis, de principes zijn prima, maar de uitwerking is onduidelijk. En het valt of staat natuurlijk, zo'n beleid, met hoe dat wordt uitgewerkt. En juist met dit soort dingen, gedrag is van zoveel factoren afhankelijk. Dan is het heel belangrijk om dat planmatig uit te werken. En ook multidisciplinair, omdat ontzettend veel factoren een rol spelen als het gaat om, nogmaals, de verspreiding van het virus, maar ook de gezonde leefstijl die wordt voorgesteld. Ook de doelen van het beleid zijn niet uitgewerkt. En dat geldt met name voor sectie 6, waar communicatie en gedrag wordt behandeld. Ook nogmaals, gedrag is zo belangrijk, dan moet je daar ook een plan voor hebben. Hoe ga je zorgen dat dat gedrag wordt uitgevoerd? En dat is echt een opvallend hiaat in de brief. En dat geldt eigenlijk ook voor de financiële gevolgen die zeer slecht zijn uitgewerkt. Er is heel weinig duidelijkheid over. En wij weten, interventies zijn succesvol als ook de financiële huishouding op orde is. En dat duidelijk is. En dat geldt voor zowel het Rijk als alle partijen die erbij betrokken worden, die allemaal worden genoemd. En tot slot, we zitten nu in een bepaalde situatie van COVID-19... Er worden in de brief weliswaar bepaalde vier scenario's geschetst. Maar eigenlijk lijkt de brief uit te gaan van de huidige situatie. Dus de ernstige scenario's worden wel genoemd, maar zijn niet uitgewerkt in het beleid. Ik geef het woord aan professor Evers. Nou, met deze conclusies komen we dus tot concrete aanbevelingen, die natuurlijk nauw aansluiten bij deze conclusies. Ten eerste, terugkomend op de sociale rechtvaardigheid. Het is, zoals mijn collega professor Buijzen al uitlegde, echt van cruciaal belang om aandacht te geven aan die sociale rechtvaardigheid en een brede definitie van welzijn. Daarmee ook rekening houden met verschillende uitkomstvariabelen, zoals niet alleen maar bijvoorbeeld economisch en de zorg, maar bijvoorbeeld een brede welvaartsperspectief in acht te nemen. En daar natuurlijk vooral aandacht te hebben voor de kwetsbare groepen. En dat kan verschillen dan in specifieke omstandigheden, zoals scenario's, maar ook bijvoorbeeld de capaciteiten en mogelijkheden van deze groepen. Bijvoorbeeld financieel opleidingsniveau en aan veel andere factoren kunnen we hier aan denken.
belangrijk is ook om te realiseren dat draagvlak eigenlijk een cruciale uitkomst is om dit beleid überhaupt in gang te kunnen zetten. En draagvlak, dat wordt eigenlijk verder niet gespecificeerd, dat je dat echt afhankelijk moet maken van de omstandigheden, zal het afhangen, de scenario's, ernstig of minder ernstig, maar ook andere maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld inflaties en andere spelen daarop ook zeker een rol en natuurlijk de verschillende bevolkingsgroepen. Opvallend inderdaad dat er dus niet rekening wordt gehouden met dat meest ernstige scenario of ernstigere scenario's, dus erg belangrijk om daarvoor ook concrete maatregelen uit te werken en een concreet plan van aanpak te maken. Daarin moeten we focussen ook op die verschillende bevolkingsgroepen en als advies is dan om, zoals ook in eerder beleid, hier gebruik te maken van de drie bekende C's, te focussen op optimale communicatie, daarin de context mee te nemen en natuurlijk gebruik te maken van wet en regelgeving, wat er mogelijk is. Verder als men kijkt inderdaad over welke kennis dan niet allemaal beschikbaar is, dan valt enorm op dat er weinig gebruik gemaakt wordt van de infrastructuur die daar al is en die kennis. Die zou veel meer gebruikt kunnen worden. En de tweede wat daarin vooral ook belangrijk is om echt tot een weloverwogen advies te komen, is om deze te bundelen. Op dit moment is kennis heel erg versplinterd en niet makkelijk toegankelijk voor beleidsmakers. In Denemarken bijvoorbeeld, het Data Analytics Center, is maar één voorbeeld, maar wel een goed voorbeeld waar men probeert om die kennis wel op een goede manier te bundelen. Cruciaal is dat daarin gebruik wordt gemaakt van de multidisciplinaire kennis die beschikbaar is en daarmee ook dus een andere organisatie van bijvoorbeeld het OMT. En wij geven als voorbeeld hiervan, daar zal ik nog zo even op terugkomen, het eerste model waar men werkt met verschillende OMT-subgroepen. Daarin is het dan heel erg belangrijk, als men het beleid wil evalueren, om eerst überhaupt specifieke communicatie- en gedragsdoelen te kunnen definiëren. Anders is geen evaluatie mogelijk, dus afhankelijk van of het basismaatregelen zijn, vaccineren of andere. En natuurlijk dan rekening te houden met de kosten in de implementatie. Die zijn aanzienlijk en dat zien we helemaal niet uitgewerkt terug. Heel kort zal ik eindigen om even dat voorbeeld te geven van dat eerste model van de OMT. Waar men inderdaad tracht om rekening te houden met zowel optimale ondersteuning als advies en begeleiding en evaluatie daarvan. Ik zal dit kort uitsplitsen. Puur even als een voorbeeld. Hier ziet men aan de linkerkant eigenlijk verschillende subgroepen die input geven. Zowel bijvoorbeeld op epidemiologisch gebied als ook bijvoorbeeld voor gedragsverandering of kwetsbare groepen. Die gebundeld wordt, die adviseren dan eigenlijk weer het kabinet en worden ondersteund door een nationaal crisismanagement team die dan wederom gebruik maken van verschillende kennisbronnen die daarin ook weer gebundeld worden. Als één mogelijk voorbeeld om dit op een optimalere manier te kunnen organiseren. Dit zijn onze aanbevelingen. Dank u wel. Als u de microfoon uit wil zetten. Dan... Ja. Dan is er nu gelegenheid tot het stellen van vragen vanuit de Kamer. Ik zit even te kijken. Ik kan natuurlijk, meestal begin ik links, maar ik denk dat ik aan de andere kant begin. Dat de rapporteurs als laatste zijn. Als u dat goed vindt, trouwens. Wie kan ik eerst een vraag laten stellen? Mevrouw van den Berg. Voorzitter, nogmaals excuus. Ik had u al geappt dat ik door een enorme vertraging een paar minuten later was. Wat wordt er gezegd in de presentatie net, waarvoor heel veel dank, zeer inzichtelijk, is dat gedrag is afhankelijk van heel veel factoren. En ik heb mezelf meerdere keer gepleit ook om meer aandacht voor dat gedrag. Omdat ik het best wel frustrerend vond dat je aan de ene kant in een lockdown zit en corona toegangsbewijzen. En dat aan de andere kant RIVM zei, als je de basismaatregelen allemaal 100% doet, ja, dan kunnen we gewoon redelijk vrolijk verder leven met elkaar. Dus kunt u daar nog wat meer op aangeven van wat wij daar... Want het gaat nog een keer terugkomen. Hoe zwaar, dat weten we niet. Maar wat we dan
op een andere manier ook met dat gedrag moeten doen. Met aanspreken van mensen. Dan volgens mij is er voor alles en nog wat geprobeerd met Steffi en persoonlijke groepen. Maar het heeft toch niet effect opgeleverd wat we hadden gehoopt. Dank u wel, mevrouw Van den Berg. Dit zullen we nog eerst wat andere vragen inventariseren of eerst antwoorden? Ik kijk even naar de leden. Eerste antwoord. Nou, het belangrijkste is eigenlijk punt 1, inderdaad, besef inderdaad de complexiteit van gedrag. En dat betekent eigenlijk meteen, maak er dus een goed plan voor wat je in de verschillende situaties aan gedragsmaatregelen doet en hoe je die kunt implementeren. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat je per scenario een plan van aanpak hebt liggen, welke gedragsverandering je eigenlijk vraagt van de bevolking. En dan zeg ik de bevolking, en dat is meteen weer te kort door de bocht, want het betekent ook dat je dan per bevolkingsgroep bijvoorbeeld kijkt. Hè. We weten heel goed, jongeren bijvoorbeeld hebben enorm veel last gehad van de coronacrisis. Daar speelde vooral die vrijheidsbeperking. Het vaccinatie bijvoorbeeld beleid was vooral in bepaalde wijken een heel groot probleem. En zo is het eigenlijk extreem belangrijk om het op de omstandigheden, dat kan het scenario zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld maatschappelijke ontwikkelingen zijn, zoals bijvoorbeeld, ik noem maar nu even de inflatie, daarvan afhankelijk te maken en een plan van aanpak te hebben die dan aangrijpt op de verschillende bevolkingsgroepen. Mag ik daar wat op aanvullen? Ja, gaat u gaan. Wat ik denk dat er ook wat anders kan. Wat we nu hebben gezien is dat de beleidsadviesstructuur. Dat de adviezen die de corona gedragsunis heeft gegeven over gedrag. Die hebben een goed model, communicatie, context en controle. Hebben daar ook hele specifieke adviezen over gegeven. Maar dat zit vaak niet aan de voorkant van het beleid. Het is toch, gaat eigenlijk vaak pas in de tweede stap worden die adviezen meegenomen of achteraf gezegd, oh ja, dat is waar, dat had een rol kunnen spelen. En dat zien we dus ook in het voorstel van de nieuwe beleidsstructuur, zien we dat juist dat advies tussen wal en schip dreigt te vallen. Want we hebben daar aandacht voor de maatschappelijke impact en de zorg, dus de meer de medisch-epidemiologische, dat ik dat na 2 jaar nog steeds niet in 1 keer uit kan spreken, kant. Maar juist dat gedrag en communicatie, wat dan zo essentieel is voor dit beleid, dreigt dan weer tussen wal en schip te vallen in die, aan de voorkant van het beleid, bij het echte vormgeven van het beleid. Dank u wel. Mevrouw Den Haan? Ja, nee, de vraag van mevrouw Van den Berg was ligt ook bij mij natuurlijk heel prangend voor op de tong. Omdat wat u aangeeft, dat is natuurlijk precies wat er gemist, wat we hebben gemist in het beleid. En u geeft aan, je moet natuurlijk de bevolking goed meenemen en zelfs per bevolkingsgroep. Maar volgens mij zit er zelfs per bevolkingsgroep verschillende subgroepen weer onder. Dus het is heel lastig, maar het moet wel, denk ik, gebeuren. En mijn vraag was eigenlijk, u geeft ook aan, de doelen van beleid zijn eigenlijk onvoldoende helder, zijn onvoldoende van tevoren concreet gesteld. Zouden we ook de bevolking daarin mee moeten nemen? Ik vraag het even, omdat ik zelf veel heb gehoord, dat mensen zeggen, maar waarom doen we het dan precies? En wat is dan het doel van waarom we bepaalde dingen wel of niet moeten doen? Ja, ik heb kort inderdaad genoemd dat draagvlak eigenlijk een cruciale uitkomstmaat is, die we vaak vergeten hoe cruciaal die is. Want als het draagvlak dan niet is, zul je altijd alleen maar met wet en regelgeving mensen ertoe krijgen om het gedrag op te volgen. Dit beleid berust nu helemaal alleen maar op het idee dat we inderdaad mensen het vooral zelf doen en je dat draagvlak hebt. Op zich prachtig, maar zorg er inderdaad dan ook voor hoe je het krijgt. Methode om draagvlak te krijgen is het belangrijkste eigenlijk co-creatie. Wat betekent heel simpel, betrek de burger optimaal bij het beleid, maak het heel transparant, open en geef hun inderdaad de mogelijkheid om erover mee te praten en ook een stukje mee te beslissen. En dat zal absoluut tot het meeste draagvlak. Dat kost wederom ook tijd, dus daarvoor moet je ook echt even wederom dat lange termijn beleid hebben en dat plan maken. En dus nu daarvoor zorgen, als je in november of oktober wil, dat iedereen daar klaar voor is. Dank u wel. Mevrouw Paulusma. Ja, dank u wel, voorzitter. En ook dank voor de toelichting. Fijn dat dit ook kan hier. Ik heb 2 vragen die een beetje met elkaar te maken hebben. Dus ik stel ze tegelijk, als de voorzitter dat goed vindt. Want in de conclusie zegt u, maar het hoe is nog niet uitgewerkt. En ik vroeg mij af,
hoe specifiek moet hoe worden uitgewerkt? Als u kijkt naar de data die u geanalyseerd heeft of het werk wat u doet. En ook, het is een aantal keren al het gedrag genoemd. Weten we nou genoeg van de afgelopen periode als het gaat om dat gedrag en wat we daarvan zouden kunnen leren om het beter te doen, om ook dat hoe wellicht concreter in te kunnen vullen? Die van u kan ik het woord. Ja. Nou, de eerste stap is eigenlijk, sluit aan bij wat professor Evers net zei, om de doelen ook. Er staan wel kernpunten van het beleid om de doelen die worden gesteld daar expliciet op aan te laten sluiten. En ook om welk gedrag gaat het, voor welke doelgroepen en dat verder te zo ja, eigenlijk stap voor stap planmatig uit te werken. Ik denk dat de aanpak op zich, de bottom-up aanpak die wordt voorgesteld, heel erg in lijn is met wat we wel hebben geleerd de afgelopen. Dat is wat net hier ook werd aangegeven. Het is ontzettend belangrijk om burgers en sectoren mee te nemen. Maar daar is wel regie voor nodig. En dat kan uitgewerkt worden. Hoe ga je dat dan doen? En ook binnen een bepaalde tijd. Want dat kan je op zich. We hebben. De lange termijn COVID-beleid is eigenlijk niet zo heel lange termijn. Dat is echt de komende maanden. Dus wanneer gaan we dat doen? Wanneer gaan we met welke sectoren praten? Wat willen we eruit halen? En hoe maken we gebruik van die kennis die is opgedaan? Want we hoeven niet inderdaad bij het begin te beginnen, from scratch. We hebben ontzettend veel geleerd van die kennis. Nationaal en internationaal. Kennissyntheses zijn er. Het is ook wel belangrijk om te realiseren, het is geen injectienaald. Het is input-output. We gaan dit doen en dan komt er het gedrag uit wat we wensen. Want dat is ook omdat er zoveel factoren van afhankelijk zijn. Maar verbetering is wel degelijk mogelijk op basis van de kennis die we hebben. Nou ja, en heel erg belangrijk wat hierop aansluit is natuurlijk die voorstellen die we doen van maak gebruik van die infrastructuur die er al is. Kijk ook inderdaad naar aanvullende mogelijkheden om te monitoren en te evalueren. En bundel deze kennis. Hè. Dat tweede, dat bundelen, dat is misschien nog wel de grootste tekortkoming. Omdat we hebben natuurlijk prachtige onderzoeken hier en daar lopen. Maar deze kennis is niet goed gebundeld, zeker niet interdisciplinair. En al helemaal niet makkelijk toegankelijk voor beleidsmakers. En dat is nou juist zo nodig om goed beleid te kunnen maken. Eén verheldende vraag, mevrouw Paulusma. Ja, dank u. Kort, want dan toch nog even terugkomen op het hoe, als ik u dan goed beluister, ook een beetje terugkijkend naar bottom-up en met burgers, is misschien het hoe minder belangrijk dan de regie die erop gevoerd moet worden. Hoorde ik u dat nou zeggen? Mevrouw Buijzen. Nou, de regie is de hoe. Is ook hoe ga je dit organiseren met de gesprekken met burgers en sectoren om dat tot een beleid te laten komen. Daar moet een plan voor zijn. We gaan niet allemaal rond de tafels houden en dan pas over een jaar daar een nieuw beleid op uitwerken. Dus juist die regie, we noemen dat bottom-up of autonomie-ondersteunende aanpak, is het ook ontzettend belangrijk om een plan te hebben. Wat gaan we hier uithalen en hoe gaan we dat vervolgens inzetten in de beleidsstappen die te maken zijn? En ook, waar moeten we ondersteunen? Waar moeten eigenlijk de omstandigheden gecreëerd worden om mensen het gewenste gedrag te laten uitvoeren? Ja, dank u wel. Mevrouw Van Es. Dank u, voorzitter. Dan ga ik ook twee vragen stellen. Hoop ik dat goed is. Zo werkt het dan, hè? Zo werkt het. Voorzitter. Kan nu niet meer worden geweigerd. Hartelijk dank in eerste instantie. Heel fijne, verhelderende wetenschapstoets wat mij betreft. Ik had eigenlijk twee aparte vragen over de aanbevelingen die er staan. Er staat aandacht voor kwetsbare groepen. Ik was benieuwd als je het woordje meer aandacht voor kwetsbare groepen bij die aanbevelingen zou zetten. Of jullie dan de conclusie ook zouden kunnen trekken dat dat ook een soort win-win situatie zou kunnen zijn. Want we weten dat die kwetsbare groepen in de afgelopen 2 jaar ook gewoon meer vatbaar waren voor zieker worden door corona. Zou je dus, als je meer aandacht in je beleid zou hebben, ook wat jullie betreft ook daar dus meer kansen in zien om een aantal win-win situaties te creëren. En mijn andere vraag gaat over het formuleren van die specifieke communicatie in gedragsdoelen. En dan specifiek op dat leefstijl onderdeel. We hebben algemeen hier een preventieakkoord waarin we
wat meer lange termijn, soort van lange termijn doelen hebben. Minder mensen roken, een generatie, een totaal rookvrije generatie. Nou ja, ook op leefstijl als het gaat om gewicht. Hoe moet ik deze specifieke communicatie en gedragsdoelen zien in het beleid wat er al bestaat? En hoe specifiek zou je ze kunnen maken? Nou, enorm belangrijke vraag. Inderdaad, wat win je als je aandacht besteedt aan die kwetsbare groepen? Nou, erg veel. Denk aan verschillende uitkomstmaten. Dat is steeds ook weer zo belangrijk. Er is niet één uitkomstmaat, maar brede welvaart. Begin inderdaad bijvoorbeeld bij dat draagvlak. Je zult onmiddellijk inderdaad het draagvlak vergroten. We weten dat inderdaad bepaalde kwetsbare groepen vooral zijn opgenomen en vatbaar waren voor het virus. Als je daar iets aan doet, heb je meteen eigenlijk een minder druk op de zorg, betere uitkomsten. Als je rekening houdt met bepaalde economische omstandigheden van ondernemers, heb je daar wederom meer draagvlak. Bij de jongeren heb je een beter onderwijsbeleid enzovoort. Zo kun je eigenlijk doorgaan. Heel interessant is ook dat we zien eigenlijk dat het eerst model, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld in die sterftecijfers, dan is er onderzoek wat duidelijk laat zien dat het beleid, wat daar heel erg ook gebaseerd was op de bevolking zoveel mogelijk meenemen en open en transparant maken, een effectiever beleid was qua sterftecijfers bijvoorbeeld. Wat een mogelijk bewijs toch daarvoor zou kunnen zijn dat dat inderdaad een goed werkend model is. Specifiek dan gericht op de leefstijl weten wij inderdaad inmiddels dat bepaalde groepen extra kwetsbaar zijn en dat toch een grote veroorzaker is eigenlijk ook van de druk op de zorg. Dus een lange termijn preventiebeleid daarop gericht is misschien nog een van de belangrijkste factoren op lange termijn om dit soort crisissen inderdaad beheersbaar te houden. Wij vinden het dan als gedragswetenschappers ook schrijnend dat er zo weinig aandacht ook tijdens de coronacrisis aan is besteed. Maar helemaal nu het eigenlijk mogelijk zou zijn en daar niet een argument is van dat we nog alle aandacht voor de crisis zelf moeten hebben. Dat het niet een hoge prioriteit heeft en daar ook heel gericht het beleid op gefocust is. Ondanks dat het natuurlijk wel genoemd werd in de brief. Hè? Dus dat is op zich positief, maar heel erg beperkt en eigenlijk niet uitgewerkt. Dank u wel. Mevrouw Thiele, 3 vragen, 4 vragen? 25. Nee, hartelijk dank aan de wetenschappers. Informatie die heel compact wordt aangeboden, dat roept bij mij ook wel van, volgens mij zou je zo'n leuke dag over kunnen organiseren met presentaties, met deeldingen, maar dat is dan mijn persoonlijke hobby wellicht. Dus dank aan jullie. Maar ik ben inderdaad ook wel benieuwd, want u zegt ook, we hebben heel veel geleerd. Er zijn kennissyntheses gemaakt enzovoort. Is het nou mogelijk, zeg maar, om eigenlijk een soort van, of zijn er wetenschappelijke artikelen al over gepubliceerd, over wat voor type maatregelen nou wel en niet tot naleving en dus niet het medisch epidemiologisch, lukt mij ook niet, effect, maar vooral ook inderdaad het gedragseffect. In hoeverre wat we nou de afgelopen jaren hebben gezien, wat wel en niet werkt en hoe dat dan komt. Hebben jullie daar, zeg maar, vanuit Nederland, Nederlandse perspectief, ook specifieke conclusies op beschikbaar of zijn die ergens te vinden? Die zijn zeker te vinden. De coronagedragsunit heeft ongeveer 10 werkpakketten van onderzoek, geloof ik. En een daarvan is ook literatuuronderzoek. En we hebben op zich, dat coronadashboard in Nederland is eigenlijk een heel goed startpunt om dat verder uit te bouwen. Ik denk, ik heb ook hiervoor wat meer internationaal gekeken naar wat er internationaal beschikbaar was. En eigenlijk klaagt iedereen erover dat er zoveel kennis is, maar dat het zo lastig toegankelijk is. De KNW, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, is momenteel ook bezig met een lange termijn rapport hoe we dit kunnen gaan aanpakken, ook vanuit wetenschappelijk oogpunt. Wat me toen opviel is dat bij die kennissyntheses dat eigenlijk Nederland een van de weinige landen is die een dashboard heeft waar nu al gedragsindicatoren op vermeld zijn. Ik dacht van ja, dat is eigenlijk wel een heel mooi startpunt als we het hebben over die bredere welvaartsindicatoren om die daar ook in op te gaan nemen. Dus daar heb je eigenlijk al je kanaal om die kennis te bundelen en zichtbaar te maken.
En dan zou Nederland dus eigenlijk, ja, vraag wel vaak om goede voorbeelden uit het buitenland. Maar eigenlijk hebben we hier de kans om een voorloper te zijn internationaal. Ja. Als ik dan mag aanvullen, het jammer is dan dat die kennis niet gebundeld wordt van die verschillende disciplines. En dat zie je dan wel in de OMT-structuur als ook in de kennisstructuur eigenlijk, dat we die heel erg los van elkaar nog laten. En daardoor zijn die dan bijvoorbeeld niet bekend. En dat is dan heel erg jammer, omdat dat, hè, als die dan weer makkelijk toegankelijk is, naast elkaar wordt geplaatst, dat is eigenlijk wat je zou willen. Ja. Dank u wel. Meneer Omtzigt. Dank en ook dank voor deze heldere factsheet, waar ook het zeg maar aanbeveling voor aanbeveling gekeken wordt van grondrechten tot sociale rechtvaardigheid wat te doen. Welke landen hebben wel een lange termijn coronabeleid waar we een voorbeeld aan zouden kunnen nemen? Want we zien ook landen om ons heen best wel eens worstelen. Ik bedoel, we focussen natuurlijk graag op wat er hier fout gaat, maar waar zouden we een voorbeeld aan moeten nemen? Ik denk dat we niet goed op dit moment overzicht hebben welke landen allemaal op dit moment een lange termijn beleid al hebben of niet. Dus daar zouden we zeker nog meer onderzoek naar moeten doen. Wat steeds eigenlijk opvalt, ook in die overzichten bijvoorbeeld van die sterftecijfers, dat Denemarken en Ierland eigenlijk als twee landen worden gezien die als voorbeeld gelden ook voor andere landen in de verschillende manieren hoe ze dat organiseren. En dat zie je eigenlijk in een brede advies organisatie van de verschillende groepen en een heel open en transparant beleid en in een op tijd de bevolking meenemen, maar ook proberen ze op tijdig mogelijk inderdaad op alle stappen beleid te maken. Hoe het hand heel specifiek zit over het lange termijn beleid, kan ik op dit moment geen uitspraken doen. Ja. Dank u wel. We hebben nog wel tijd voor een laatste prangende vraag. Ik weet niet of die er nog is. Mevrouw Van den Berg in ieder geval. En mevrouw Van Est, die twee vragen doen we dan nog. En dan aan het eind geef ik het woord aan mevrouw Thiele om nog de laatste, de next steps toe te lichten. Maar dan eerst de vraag van mevrouw Van den Berg. Dank u wel, voorzitter, voor deze extra kans. Ja, ik wil graag even aangrijpen op het laatste antwoord. Want Denemarken is inderdaad vaak ook als voorbeeld genoemd. Dan hebben we gezegd van nou, in Denemarken had je ook fijnmazig testen. Dus we hebben iedere keer ook gepleit van verschillende kanten van de Kamer dat, dat je makkelijk bij een testlocatie kan komen. Maar ook het gedrag. Uiteindelijk ging 50% van de mensen ging zich maar testen. En dat had ik iedere keer meegekregen, dat in Denemarken ook in die zin een advies van de overheid ook makkelijker wordt gevolgd. Dus dat zet ook wat over onze volksaard. En kunt u daar misschien nog wat over zeggen? Het is inderdaad altijd, Denemarken wordt heel vaak als goed voorbeeld genoemd en dat moet met reserve gebeuren, want het overheidsvertrouwen is veel groter in Denemarken. Ook bijvoorbeeld stemgedrag is 80-90% van de mensen stemt. Maar wat wel kenmerkend is, is dat die transparantie. Denemarken is altijd heel duidelijk geweest over dit zijn de factoren, dit zijn de verwachtingen en daarom doen we dit. Ook het uitleggen waarom. En wat we in Nederland hebben is misschien iets lager overheidsvertrouwen, maar er is in Nederland weer een heel groot vertrouwen in de wetenschap. Dat is ook iets wat we mogen omarmen, wij natuurlijk ook als wetenschappers, maar ook als land. En daar kan je natuurlijk ook gebruik van maken bij die transparantie van het beleid, om het te baseren op wetenschappelijke kennis. Wat deels is gebeurd, maar de transparantie kan veel, veel sterker. En heel erg belangrijk om te beseffen dat je aan dat draagvlak gewoon heel erg veel kunt doen. He? Door gewoon heel open, transparant beleid te maken, wat een lange termijn visie heeft, burgers daarin mee te nemen. Al deze factoren, rekening houden met kwetsbare groepen, al deze factoren verhogen ook je draagvlak. Dus he, het is niet iets wat er zomaar is en he, het verandert eigenlijk ook met elk nieuw beleidsmaatregel die je neemt. Sorry, mag ik nog één ding toevoegen? Want die transparantie is natuurlijk niet alleen te laten zien wat je doet, maar vooral ook waarom. En dan komen we weer terug bij dat eerste punt van die sociale rechtvaardigheid. Dat vinden mensen zo belangrijk, van waarom die groep wel en die groep niet. Als je daar een goed waardekader voor hebt om die af te wegen, wat vinden we nou belangrijk in dit land en waarom nemen we deze beslissingen? En daar probeert burgers in mee te nemen. Dat is de transparantie die je echt moet zoeken. Dank u wel. Mevrouw Van Es. Dank voorzitter. Dank nog voor het kunnen stellen van een vraag. Ik was benieuwd naar die aanbeveling 9, waarin wordt aangegeven houdt rekening met een aanzienlijke kosten van de implementatie van het beleid. Op korte termijn kan ik me daar wel iets bij voorstellen, maar op zich, als je een goed
preventie in gezonde levensstijl. En eigenlijk als je de aanbevelingen van jullie zou uitvoeren, dan zou je eigenlijk op lange termijn juist kosten kunnen besparen. Is dat ook, zien jullie dat ook zo? Want volgens mij is dat juist op lange termijn een kostenbesparing die je wel degelijk ook zou kunnen aanrekenen. Ja. Kijk, er is heel veel onderzoek naar kosteneffectiviteit van dit soort gedragsmaatregelen, ook op andere gebieden. Specifiek op COVID, in lange termijn kon dat natuurlijk nog niet. Maar we weten bijvoorbeeld dat effectieve leefstijlinterventies tot natuurlijk latere kostenbesparingen, bijvoorbeeld heel erg werkgerelateerd, zien we daar enorme kostenbesparingen. Maar ook in de zorg en op andere factoren. We hebben enorm veel wetenschappelijk bewijs welke interventies inderdaad daarin effectief zijn, maar ook kosteneffectief zijn. Dus dat is zeker iets wat heel erg meegenomen kan worden in dat hele financiële beleid. Dank u wel. Dan denk ik dat we langzamerhand aan het einde komen. Eerst geef ik mevrouw Thiele het woord als lid van de voorbereidingscommissie. Groep? Ja, of ja. Hoe moet ik dat noemen? Nou, u gaat gewoon. We hebben er altijd prachtige namen voor, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Want met meneer Omtzigt inderdaad hebben we dit in gang gezet. En nou, dank jullie nogmaals voor het toch best wel uitvoerige werk dat erin zit om vervolgens heel compact tot conclusies en aanbevelingen te komen. Waar wij volgens mij als vaste Kamercommissie echt wel ons voordeel mee kunnen doen. En wat we vaak doen met dit soort dingen, of wat we vaker doen met dit soort dingen, is eigenlijk ook aan de minister een reactie vragen. En dus wat we zouden kunnen doen, maar dat ligt dus aan de Kamercommissie, dus dat zou ik graag voor willen leggen, voorzitter. Dat we de minister vragen om een reactie te geven op deze wetenschapstoets. En wellicht openstaande vragen die deze toets ook, als je ook kijkt naar het schema met de 8 vragen, om daar nog op in te gaan. En wellicht ook te reageren op de aanbevelingen die door de wetenschappers worden gedaan. Om dat aan de minister te vragen. Dus dat zou eigenlijk mijn vraag zijn aan de commissie, voorzitter. Ja, dank u wel, mevrouw Thiele. Ik zie instemmend geknik, dus ik kan me haast niet voorstellen dat iemand daar niet mee eens is. U wil nog iets zeggen, mevrouw Thiele? Ja, en dan is het handig. We hebben straks procedurevergadering, dus dan hebben we het over de timings. Daar kom ik nog wel even op terug. Maar dan zou het dus fijn zijn als de minister daar ook op een manier op kan reageren, zodat we het mee kunnen nemen in het debat met de minister over het langetermijnbeleid. Want ik kan zo inderdaad al een paar dingen benoemen die we daar zeker aan de orde zullen stellen. En daar zitten we ook wel redelijk op één lijn. Dus als dat kan, graag. Prima, ik zie uit naar uw inbreng in de procedurevergadering zometeen. Ja. mag ik u hartelijk danken, professor Buizen en professor Evers, voor uw komst en uw inzichten. Wij doen ons voordeel daarmee. En de leden bedankt en voor de mensen thuis bedankt en de ondersteuning bedankt. En dan sluit ik de vraag. Dank u wel.